Hoi, ik was vanochtend in de Kruidvat in Arnhem om te kijken of de nieuwe Essence en Catrice producten daar al verkrijgbaar waren. Een paar dagen geleden was dat nog niet zo, maar vandaag bleek het wel zo te zijn. Ik heb echt een hele tijd staan kijken naar al die leuke nieuwe spulletjes. En ik heb ook een tasje vol mee naar huis genomen. Ik weet dat er op dit moment al ontzettend veel shoplogs te zien zijn op veel beautyblogs van de nieuwe Essence en Catrice producten. Maar aangezien ik merk dat zoveel mensen het leuk vinden om te zien en te kijken, dacht ik, ik neem ook gewoon een filmpje op met wat ik gekocht heb. Dus bij deze, ik ga het jullie laten zien. Wat ik allereerst heb gekocht is de Sun Club Matte Bronzing Powder. En ik zeg er gelijk bij dat dit geen nieuw product is. Deze zat al langer in het assortiment. Maar ik had eigenlijk nog geen vrij lichte matte bronzer om mijn gezicht mee te shapen. En daar wil ik deze voor gaan gebruiken. Verder kocht ik van Essence de Nail Art Nail Polish Remover Ultra. Omdat ik dacht dat deze wellicht handig kan zijn om te gebruiken bij glitternagellak die vrij moeilijk te verwijderen is met normale nagellak remover. Ik kocht ook de Essence Quick and Easy Sponge Nail Polish Remover. En ik weet niet zeker of dit een nieuw product was. Volgens mij was die samen met deze al langer in het assortiment. Maar ik heb nog nooit zo'n sponge nail polish remover geprobeerd, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, ik vond dat toch wel eens tijd worden. Dus ik dacht, ik neem deze gewoon mee. Want ik vind watjes niet ideaal werken om mijn nagellak ermee af te halen. Omdat er nog wel eens pluisjes achter blijven. En dat is hier hopelijk niet mee het geval. Ik ben benieuwd of het niet heel erg mijn nagels en nagelriemen uit gaat drogen. Want dat is bij mij nogal vaak een probleem. Dus dat ga ik testen. Verder kocht ik ook geen nieuw product. Ze komen echt de nieuwe producten. Maar eerst nog even een product dat al langer in het assortiment zat. Deze zat zelfs in de uitverkoopbak. Die heeft Yara, mijn vriendin, er voor me uitgevist. Want ik was met haar in de Kruidvat. Het zijn deze... Het zijn deze parelstrips en ik geloof dat je deze op verschillende manieren kunt gebruiken. Zowel op je nagels als een soort van nail art, als ook op je lichaam, op je make-up, op je gezicht. Mij leek het eerlijk gezegd wel heel erg tof om te proberen of ik hier een soort van eyeliner mee kan maken. Dat ik een soort van rand boven mijn wimpers heb met parels. Dat lijkt me echt super tof. Dus ik dacht dat ga ik proberen voor 2,50. Verder kocht ik ben helemaal geen fan van nepwimpers normaal gesproken. Omdat ik heb ze nu al heel lang niet meer gebruikt. Maar toen ik dat een paar jaar geleden nog wel eens probeerde. Toen vond ik het altijd een ontzettend geknoei. En ik vond het ook vaak niet mooi. En het liet altijd los bij mij. Maar ik dacht, ik wil toch weer eens een keer een gokje wagen. En dit keer met van die losse plukjes. Want daarmee heb ik het nog nooit geprobeerd. En als het goed is geeft dit een natuurlijker effect. En blijft dit ook beter zitten. Ik weet niet zeker of deze nieuw was in het assortiment, maar ik denk het wel. Het zijn de Catrice Lash Couture Single Lashes. Dan heb ik de Essence Effect Nails gekocht in Multidimension Glitters. Dus dit zijn losse gekleurde glitters in allerlei verschillende kleuren die je over je nagellak kan dragen, kan strooien als het ware om een soort van nail art effect te krijgen. Het lijkt me wel heel erg tof, want ik ben dol op opvallende nagels. Ik heb nog meer effect nails gekocht, namelijk ook de Velour Powder. Dit is een zwart poeder waarmee je zwarte fluffy nagels kunt creëren. Lijkt me ook echt heel erg tof. Om die glitters en die poeder of haartjes of hoe je het dan ook wilt noemen aan te brengen, heb ik een Nail Art Multi Effect Brush gekocht van Essence. En hiermee kan je de glitters en het poeder als het goed is over je nagellak vegen. Zodat het daarop blijft zitten. Ik weet nog niet precies hoe het werkt. Maar het leek me in ieder geval wel handig omdat het me anders een beetje geknoei lijkt. Dus ik ga even proberen of ik hiermee uit de voeten kan. En nog een effect nails nam ik mee. Deze 3D flakes in een soort van witte zilverachtige kleur. Kleine rondjes glitters die hetzelfde zijn als de gekleurde, maar dan dus in één kleur.
Ik kocht ook, ontdek ik nu pas, een Gel Nails at Home Effect Topcoat van Essence. En wat ik dus niet gezien heb in de winkel, is dat het dus een topcoat is voor je Gel Nails at Home. Ik dacht dat het een gewone topcoat was. Maar deze is dus voor die gel nagelkit. En ja, ik denk eigenlijk dat ik er nu vrij weinig mee kan. Dat je deze echt alleen over een basis gel nagellak en een gel nagellak kunt gebruiken. Maar ik weet het niet zeker, dus ik ga zo even de verpakking lezen. En als ik deze nou inderdaad niet over een gewone nagellak kan gebruiken, dan ga ik hem wellicht terugbrengen. Anders is het zonde natuurlijk. Ik heb heel erg getwijfeld over deze, want ik dacht, ja, ik heb eigenlijk wel genoeg blusjes. En ja, het is meer het effect wat ik leuk vind aan deze blush, dat die ombre is, dat die overloopt van een soort van oranje naar roze tint. Dan dat die op mijn gezicht nou heel erg fantastisch is of een heel apart effect geeft. Maar ja, het is wel echt een leuke aanwinst voor mijn collectie. Zo is het gewoon. En het is gewoon echt de eye catcher uit deze assortiment update. Dus ik wil hem daarom heel graag hebben. Dan kocht ik van Essence nog drie Color Flash mascara's. En dit zijn veel gekleurde mascara's. Ik heb deze voorbij zien komen op het beautyblog van Maud, Beauty Before Breakfast. En ze geven echt een felle kleur af. En dat vind ik super leuk voor de afwisseling om te proberen. Ik heb een roze, een donkerblauwe, want er is ook nog een lichtere blauwe tint. Een groene. En ik heb ook nog een paarse. Dus ik heb vier van de vijf kleuren. En ja, dit is echt wat voor mij. Ik ben dol op kleur, dus deze ga ik zeker ook af en toe gebruiken. Dan heb ik nog, omdat ik die eigenlijk niet had, een Catrice Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen gekocht. En dit is dus een huidskleurig potlood wat je in ja, het binnenste gedeelte van je wimperrand aan kunt brengen. Waardoor je een openere en heldere blik krijgt. Dus daar heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik weet wel dat veel mensen en beautybloggers het doen. Maar ik wil het zelf ook heel graag proberen en ja, met de prijzen van Catrice kan dat gelukkig. Dan kocht ik van Catrice de Made to Stay Smoothing Lip Polish. In echt de vetste kleur ooit, durf ik wel te zeggen. In een knalroze. Je hebt hem wellicht al gezien bij bijvoorbeeld Lotte. Ik weet dat zij hem ook heeft van Lotte Loves Beauty. Of een andere beautyblogger. Ja, deze is echt knalroze. Het is een, ja, hoe moet ik het zeggen? Een lip polish eigenlijk. Dus het zit een beetje volgens mij tussen een lipstick en een lipgloss in. Het heeft echt de intense kleur van een lipstick, maar de glans van een gloss. En officieel heet de kleur 60 Mission Pink Possible. Dus zoek je echt nog een fel roze tint die echt alle aandacht naar je lippen trekt, dan is dit zeker een aanrader. Ik kocht van Catrice ook één lipstick en dat is een nieuwe kleur uit het nieuwe assortiment. De Ultimate Color lipstick in 330, The Lips Are On Fire. En hij lijkt, als je zo kijkt, een beetje rood. Maar het is een koraalachtige tint, echt super fris en fruitig voor het voorjaar. Wat ik verder kocht zijn nagellakjes en het zijn twee Crushed Crystals nagellakjes die ik heb gekocht van Catrice. Deze, Oyster en Champagne. Dit is een champagne roze kleurige tint. Dan kocht ik volgens mij het populairste item van deze hele assortiment update van Essence en Catrice. En dat is de Catrice Crystal nagellak in Call Me Princess. Een hele ja, prachtige roze goud kleurige special effect nagellak. Die ik, waar ik al heel veel swatches van heb gezien. En die er echt super uitziet. Ik kocht van Essence nog een nieuwe Nail Art Special Effect topper. In Jewel Effect. Hij heet Million Dollar Baby. En het is, een topper met, ja, hoe moet ik het uitleggen? Een soort van holografische glitters erin. Heel erg tof vind ik. Ik ben echt dol op alles wat holografisch is. Dus dit is ook helemaal iets voor mij. Ik kocht nog een Nail Art Special Effect topper. En deze heeft een feather effect. En hij heet Bird of Paradise. En deze heeft, deze topper bestaat uit hele lichte gekleurde
staafjes, strookjes zou je eigenlijk kunnen zeggen. En ja, ik ben super benieuwd hoe deze er op de nagel uitziet. Volgens mij heb ik het nog niet gezien, maar ik ga het zeker zelf snel proberen. En tot slot een lakje van Catrice, die volgens mij ook al langer in het assortiment zat, die niet bij de nieuwe update hoort. En die heet I'm Dynamite. En het is een soort van zwart-grijze met zilveren glitters in verschillende maten. Ik vond die echt super tof, dus die heb ik ook meegenomen. Alles bij elkaar moest ik €68,67 afrekenen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een klein beetje van schrok. Want het was echt meer dan ik dacht. Omdat de producten gemiddeld genomen toch een flink stuk duurder zijn geworden. Toen ik de cachère zag aanslaan, toen zag ik heel veel producten van rond de €3, €3,50. Nou, ik weet dat in het verleden gewoon heel veel Essence en Catrice producten maximaal €2,50 kosten. Dus ja, ik kwam een stuk duurder uit. Maar goed, ik heb nergens spijt van. Ik ben blij met alle producten. Ik heb er toch wel goed over nagedacht wat ik wel en niet wilde kopen. Ik kan jullie geen specificatie geven, want helaas staat op de bon alleen maar Make-up Essence en Make-up Catrice. Dus ik weet niet meer wat hoeveel kostte. Maar het duurste was €4,99. Dus ja, alles is onder de €5 en het meeste is €2, €3. Dus alles is heel erg goed betaalbaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn shoplog te zien met de nieuwe Essence en Catrice producten. Ik ben heel benieuwd of jij ook al nieuwe producten uit dit nieuwe assortiment hebt gekocht. En welke dat zijn en of je er tevreden mee bent. Ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer komt kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je als eerste mijn nieuwe video wilt zien. Ik vind het super leuk dat er al steeds meer abonnees bij komen. Keep them coming. Tot de volgende keer. Doei!